Te doen? Ik hoorde ooit van deze recordpoging en mijn vader dacht daar kan je goed doel aan koppelen en toen hadden we diabetesfonds eraan gekoppeld. Maar daar had ook met jouw zus te maken, denk ik. Ja, die heeft diabetes. Ja. En volgens mij ben jij bescheiden begonnen met 500 euro op nu. Ja. En nu zit ik op 33.000 euro. Ja. En wat vind je ervan zelf? Nou, ik ben hartstikke blij. En dat ik ook nog deze recordboom gewoon heb gehaald en dat die op mijn naam staat. En nog het geld dat ik heb opgehaald voor het diabetesfonds voor verder onderzoek. We zijn nu onderweg naar Veenam toe. Mm-hmm. En ik neem aan dat je heel snel in het bedje stapt. Of kunnen we nog meer dingen van nou, ja, in Veenam komt nog een of andere wethouder en moeder en nog wat andere kennissen. Dus dat wordt ook nog wel eventjes feestje vieren, want ik heb het gewoon gehaald. Ik ben echt helemaal blij. Ga je ook weer wat nieuws verzenden op een nieuwe recordpoging verbeteren? Of laat dat maar even nieuws. Nee, ik neem nu even rust. Je neemt wel rust. Ja. Dus je bent geweldig. Ja. Nou, hey, bedankt hè. Ja, graag gedaan. Hou de jongens, hij werkt hard. Hoe was dit? Jammer. Meeste aantal interviews echt als Amsterdam Centraal. Ik had ongeveer zoveel, maar ja. voor een klein plaatje als Veendam had ik zoveel niet verwacht. Nee, nou, maar we zijn ook wel heel trots op jou, want je bent wel een Veendammer, hè? Ja. Hey, een beroemde Veendammer. Ja. Ik zal Lisa appen namelijk. Nou, best hartstikke bedankt dat u hier allemaal bent en leuk om hem binnen te halen, zeg maar. Maar voordat ik verder ga, ik heb van Bas gevraagd om nog even ook voor ons wat te spelen. Hij heeft al heel veel gespeeld, maar we hebben dit even geregeld. De moeder heeft het allemaal meegenomen dat hij hier ook nog even voor ons gaat spelen. Dus dan gaan we eerst maar eens even naar huis. Thank you.
van harte gefeliciteerd, jongen. Wat heb jij een prestatie geleverd? Iets meer dan 18 uur, maar wel het record gebroken. Bijna 35.000 euro, misschien al 35.000 euro, hè? Ja. Ja, en dat alles begonnen met een doel van 250 geworden. Nou, als je mee gestart. Ik vermoed het allemaal meer. Hè? Nou, fantastisch. Het is toch fantastisch, hè? Als je dan 12 jaar bent en je gaat je dan hiervoor inzetten. En dan de hele dag lang, want we hebben nog om 6 uur begonnen. Hè? Ik vind het echt fantastisch dat je dit gedaan hebt. Krijg je in ieder geval een prachtige bos bloemen. En hij zei net tegen mij, nou ben ik een BV'er. Nou, dat vind ik echt dat hij dat is, hè? Hij heeft Veendam wel even op de kaart gezet vandaag, hè? Ja. Nederland weet weer waar Veendam. Hartstikke goed. Ik mag jij namens de gemeente Veendam ook nog geld aanbieden. We hebben het even op de kaart gezet. Een check. Even bijdragen. Ja, natuurlijk. We moeten even verderop. En dat wordt morgen op de rekening gestort. Ja. Heel goed, hè? Tot ziens.